Laat mij aangeven dat als regering, de regering Santokki Brunswijk, dus alle faciliteiten bij alle instituten die zekere balans moeten houden tussen de wetgevende macht, de uitvoerende macht, de rechtsprekende macht. Dus al die instituten naar de gemeenschap toe, dat we sowieso alle ondersteuning bieden, geven, die ze nodig hebben om de staat te helpen, om de democratische rechtsorde, de rechtsstaat, de rule of law te beschermen en te constant te blijven upgraden. Dus de issues voor wat betreft het constitutioneel hof. Ik heb een afspraak met de voorzitter van het constitutioneel hof. We komen donderdag aanstaande bij elkaar. Dan gaan we samen kijken naar de uitdagingen die het constitutioneel hof recentelijk... Hoe ver ligt het met de benoeming, zeg maar? Er is al een kandidaat geïdentificeerd. Die persoon werkt bij een ander ministerie. Dus het is een kwestie van overschrijven en ter beschikking stellen van het constitutioneel hof. Die zaak is pending. Er is al informatie opgevraagd. En we gaan het zo snel mogelijk in orde brengen. En tenslotte, meneer de minister, er wordt ook vaak gezegd dat het constitutioneel hof niet over administratief schrijfmateriaal beschikt. Die voorzieningen zijn aan het begin getroffen. Er speelde een issue met de aanlevering van ICT-apparatuur, computers, printers en dergelijke. Maar voor het overige heeft het constitutioneel hof de afgelopen tijden wel kunnen functioneren. We gaan samen met de voorzitter kijken naar uitdagingen die ze recentelijk ondervindt. En die gaan we dan samen oplossen.